In dit college behandelen we eerst een eeuwenoud versje. De beginregel ervan luidt als volgt: Heban olla vogala. Dit stukje poëzie wordt vaak beschouwd als de oudste Nederlandse literatuur die we hebben. Toch stelt dit bekende versje ons nog voor heel wat problemen. En deze willen we in dit college behandelen. Daarna gaan we ook in op enkele eigenaardigheden van het Middelnederlands, het Middeleeuwse Nederlands. Want door een betere kennis van die taal zullen we ook de middeleeuwse literatuur uit Vlaanderen en Nederland beter kunnen begrijpen. Herman olavogela werd pas ontdekt in de jaren 30 van de vorige eeuw. En, opvallend genoeg, niet door een Vlaming of Nederlander. Kenneth Sysem was in de jaren 30 van de vorige eeuw een middeleeuws handschrift aan het onderzoeken, dat momenteel in Oxford wordt bewaard. als Handschrift Bodley, 340. Dit handschrift had op het eerste gezicht niets met Nederlandse literatuur te maken, want het bevatte enkel Engelse preken. Oorspronkelijk moet het zijn ontstaan in een klooster in Rochester, in Kent, in het zuiden van Engeland. En wel in de 11e eeuw. Op het allerlaatste blad van dat handschrift vond Kenneth Sysem een groot aantal kribbels of kleine stukjes tekst die een beetje lijken op hedendaagse doedels. Het gaat om pennenproeven, of in het Latijn probatio pennae, probeersels van de pen. In de middeleeuwen schreven mensen met vogelveren, waarvan het uiteinde in inkt werd gedoopt om te schrijven. Die pennenveren werden vaak pot en moesten dan met een mesje worden aangescherpt. Om te testen of de pen wel goed was gescherpt, probeerden middeleeuwse kopiësten de pen vaak uit. Zoals bijvoorbeeld hier door een klein stukje tekst neer te schrijven op het laatste blad van het handschrift. Nu, meestal stellen die krabbels literair niet veel voor. Maar in dit handschrift vond Saïsem een toch wel heel mooie pennenproef. Heban olavogala nestas hakunan. Hina se hikenda thu. Wat bidan venu. Zoals jullie kunnen zien staat boven dit versje het equivalent genoteerd in het Latijn. Quid expectamus nunc? Abend omnes volucres, nidos inceptus, nisi ego et tu. Het valt moeilijk uit te maken of het onderste stukje een vertaling is van het bovenste of omgekeerd. Bovendien is het problematisch dat we dit stukje middeleeuwse poëzie enkel uit dit handschrift kennen. Over de vertaling is veel gediscussieerd, maar een neutrale vertaling zou kunnen luiden, alle vogels zijn begonnen om een nest te bouwen, behalve jij en ik. Waarop wachten we nog? Het gaat om een typisch voorbeeld van middeleeuwse poëzie, waarin een beeld uit de natuur, een natuurangang, als metafoor wordt gebruikt om menselijke gevoelens te beschrijven. Als we de beeldspraak van het bouwen van een nest bovendien romantisch interpreteren, zou Herman Alavogela een fragment uit een liefdesliedje kunnen zijn. Maar dat weten we niet zeker. Kenneth Syson was vooral verbaasd omdat dit vers volgens hem, in tegenstelling tot de rest van het handschrift, geen Engels was. Om vu te spellen, dat jij betekent, schrijft de kopjes namelijk een t en een h. In Engeland gebruikt men op dat moment echter vaak een andere letter om die klank weer te geven, namelijk een zogenaamde thorn die als the werd uitgesproken. Bovendien staat er heban, hebben, waar Saisen de Engelse vorm habat verwacht. Hij beschouwde Hebban Olavogela dan ook als by far the earliest scrap of Netherlandish that has been recorded in England. Inderdaad, we kennen geen Nederlandse poëzie die ouder is dan Hebban Olavogela. En dit kleine vers wordt dan ook vaak beschouwd als de big bang van de Nederlandse literatuur. Een lieflijke oerknal zei Frits van Oostrom ooit. Alleszins wordt deze bekende poëzieregel beschouwd als een belangrijk stukje cultureel erfgoed in Vlaanderen en Nederland.